eenvoudige middag voor de Kozakkenbos. Ja, misschien lijkt dat door de uitslag, maar in het veld was het. Moesten we wel voor knokken. Weet je, dus vaak komen ploegen hier zo met heel veel zin om tegen Kozakkenbos te spelen. En dan, als je dan niet 110 of 120% geeft, dan kan je een zware middag tegemoet komen. Maar ja, ik denk dat wij vandaag gelijk goed begonnen. En dan dwing je het een beetje af. Maar makkelijk. Nou, ik vind niet echt dat het makkelijk ging. Kozakkenbos was wel het betere. Maar echt, de kansen creëren was lastig vandaag. Nou, ik denk. Namelijk in de tweede helft krijg je dan heel wat kansen. In de eerste helft, als je sommige momenten beter uitspeelt, dan kunnen het goede mogelijkheden worden waar het kansen uit kunnen ontstaan. Weet je? Maar ik denk wel dat je goed met een 2-0 voorsprong gaat rusten. Dus al met al, ja, hun zijn gevaarlijk geworden met één of twee kopballen. Dus weet je, je had wel gewoon, vooral in de eerste helft, wedstrijd in handen. En een goaltje erbij? Ja, maar ja, ik ben niet echt tevreden, want ik vind dat er een paar inhouden moeten gaan. Ook vooral, ik had wel zelf nog wat kansen en een paar keer de laatste pas die dan niet goed is. Dus ik ben eigenlijk niet tevreden met één goal, man. Volgende week een weekendje vrij, ben je naartoe? Nee, ik ben 30, maar eigenlijk voel ik me nog 22 of 23. Dus ik had wel graag willen voetballen, maar ja. Dan kunnen we even lekker ons gezicht laten zien bij andere clubs.